Kan Milka iets vertellen over de sfeer en de reacties in de families die eerste dag? Iedereen ging naar zijn familie terug, hoe dat de sfeer was die de eerste dag. O situaciji, vašim obiteljima te prve večeri kad ste vi vratili. Kad ste se vratili kući, kako je situacija bila, čuđenje? Da Milka zegt dat haar moeder ongelooflijk grote schrik had. Omdat het gebeurde tijdens de communistisch bewind. En zij had enorm schrik zij wist welke gevolgen dat zich mee ging brengen. Omdat de eerste dagen de communisten hebben de kinderen opgesloten en met gedachten af moest het waar zijn wat dat zij vertellen, dat de Gospa schrik gaat hebben om in hun gevangenis, in communistische gevangenis te komen. Hè. En zij hebben de kinderen meegenomen naar de psychiatrie, naar de gevangenis. Zij hebben zelf kinderen een nacht doen overnachten daar in de gevangenis. Maar als de tijd van de verschijning kwam, heeft onze lieve vrouw ook zich gewoon in de gevangenis getoond. Ja. En toen zij dat meegemaakt hebben, dat de verschijningen zelf in hun gevangenissen gebeurden, dan hebben ze een dag erachter de kinderen terug losgelaten. Zij werden altijd hier in Medjugorje achtervolgd door de politie en zij mochten geen verschijningen meer meemaken als eerst een paar dagen op de verschijning op het Potbordo. Zij moesten dat privé houden in hun huizen. En zij voelden zich achtervolgd en dan hebben de kinderen een bepaalde periode in hun huizen verschijningen gehad. En na een bepaalde periode hebben ze dan verschijningen kunnen hebben in de kerk. En hun ouders waren ongelooflijk opgelucht. Toen de kinderen hun verschijningen in de kerk konden hebben in plaats van privé. En toen de kinderen naar de kerk gingen en de verschijningen kregen daar voor de altaar of in de sacristij, dan konden de andere mensen ook naar de kerk komen en samen bidden. En dan hebben ze samen met onze lieve vrouw gebeden, 7 keer ons vader, 7 keer wees gegroet, 7 keer glorie zij de vader. En deze gebeden, 7 onze vader, 7 wees gegroet, 7 glorie zij de vaders, wordt het altijd gebeden onmiddellijk na de heilige mis. En dan heeft onze lieve vrouw gevraagd aan de kinderen, lieve kinderen, als jullie willen, toch 1 dag per week beginnen te vasten.
En dan weer na een bepaalde tijd vroeg ze aan de kinderen om met het rozenkransgebed te beginnen. En die 30 jaar dat de verschillende hier bezig zijn, dat is dagelijkse school van hun gospa. Ja. En als de mensen van alle kanten van de wereld naar hier komen om boodschappen te horen of alles, dan vertellen de zinners of mensen die conferenties geven wat dat onze lieve vrouwke vraagt, verlangt, gebed, heilige mis, vasten, de evangelie, de Bijbel lezen en alles, dat zeggen ze allemaal. Maar jullie hebben ook tijd om dat te groeien, hè? Daarin te groeien. Hè? Maar Milka benadrukt dat het belangrijkste is naar de zondagse eucharistieviering te gaan. En de communie te gaan. Ja. En als mensen zelf dat meerdere keren per week kunnen gaan, des te beter.